Goedemorgen allemaal. Welkom bij dit webinar over de horecacontrole onder de Omgevingswet. Dit webinar is bedoeld voor de toezichthouders en de handhavers van de gemeente en omgevingsdiensten die straks onder de Omgevingswet te maken krijgen met de milieucontroles. Dit webinar is georganiseerd door ADS, aan de slag met de Omgevingswet en de DCMR Milieudienst Rijnmond. Mijn naam is Wilbert van Duinhoven. Ik werk bij de DCMR Milieudienst Rijnmond. Nou, even kijken. Ja, deze sheet. De aanleiding gaan we bekijken. De voorbereiding van de controle gaan we straks behandelen. We gaan de controle zelf behandelen natuurlijk. Dan, op het laatst, gaan we nog even 5 minuten de meest belangrijke, de meest interessante vragen even behandelen. En tot slot kom ik met het hoofdstukje conclusies. Wat is de aanleiding van dit webinar, of in ieder geval mijn verhaal? Wij bij de Milieudienst Rijnmond, bij de DCMR, zijn met de andere omgevingsdiensten in Zuid-Holland, we zijn met 5 omgevingsdiensten, zijn we al een tijdje bezig in een leerkring. En daar zijn we al een tijdje bezig om te kijken van wat heeft nou de Omgevingswet voor invloed speciaal op het gebied van toezicht en handhaving. In eerste instantie was er nog niet zo heel veel over bekend. Daarom willen we dat goed gaan uitzoeken. En een van de dingen eind vorig jaar, begin dit jaar gedaan hebben. Het was een idee om van 5 branches te gaan kijken van nou, wat zijn nou exact de dingen die je tegenkomt als je het op de manier van de Omgevingswet gaat doen. Zo'n controle op het gebied van in de Omgevingswet. De DCMR heeft toen toegewezen gekregen, of in ieder geval bedacht van wij gaan de horecacontrole gaan wij doen. En wij nemen een controle die sowieso moet gaan plaatsvinden. In ons geval was het controle bij een restaurant wat een paar maanden bezig was. Die controle die moest toch uitgevoerd worden en hebben we 1 toezichthouder gevraagd van wil jij de wet milieubeheercontrole doen? En een andere toezichthouder gevraagd, wil jij misschien de controle doen in het kader van de Omgevingswet? Nou, dat hebben we hem toe bereid gevonden. Onze Gijs heeft dat gedaan. Ik heb met Gijs een paar keer een uur om tafel gezeten om uit te leggen van, nou ja, zo zit het ongeveer in elkaar, de Omgevingswet. En nou, dat werd vrij snel opgepikt. En hij heeft gewoon eigenlijk de controle gedaan in het kader van de Omgevingswet. Nou, de zoektocht van ons en van Gijs, die gaan we nu in beeld brengen. En we gaan proberen te leiden door van wat zijn nou de zaken die gaan spelen. Waar vinden we onze regels terug en hoe gaat dat precies? Deze zoektocht, daar nemen we je mee tijdens dit webinar. Ja? Bij de Milieudienst Rijnmond, bij de DCMR, daar doen wij onze controle in de horeca, voornamelijk op het gebied van milieu. Wij doen geen bouwaspecten. Een beetje jammer voor de mensen die daar op wachten. Maar goed, wij doen alleen de milieucontrole. En als wij nu de milieucontrole doen bij een horeca-inrichting, dan gaat het allemaal volgens het activiteitenbesluit. Het activiteitenbesluit, daar vinden we alle regels. Daar hebben wij een checklist voor. En daarmee gaan wij de controle doen. Als we nu gaan zoeken van waar staan de regels nu, dan gaan we kijken wat is de opvolger van het activiteitenbesluit. Nou, in grote lijnen kun je zeggen van de opvolger van het activiteitenbesluit is eigenlijk het besluit activiteiten leefomgeving, oftewel het BAL. Misschien herinneren jullie het eerste plaatje van deze sheets. Dat was een BAL tegelijkertijd met de horeca. Dus in die zin valt daar misschien een kwartje nu. Maar goed, wij gaan naar het BAL. De structuur van het BAL gaan we bekijken. Wat stelt het BAL voor en hoe vinden wij onze regels daarin terug? Daar heb ik het volgende plaatje voor gemaakt. Aan de slag met zijn ook al een hele hoop leuke plaatjes over het BAL. Maar als je dan specifiek kijkt over een eenvoudige controle, dan heb je wel wat aan dit plaatje, denk ik. Het BAL zelf is echt een enorm boekwerk, waar wel 18 hoofdstukken in staan. En er staan dingen in waar je echt denkt van, nou, daar heb ik echt nooit mee te maken gehad. Dingen over de jacht, dingen over cultureel erfgoed, dingen over
Nou ja, een hele hoop zaken die, waar je als milieucontroleur niks mee te maken hebt. De belangrijkste zaken staan allemaal in hoofdstuk 1 tot en met 5. En die heb ik hier een beetje schematisch weergegeven. En je ziet hoofdstuk 1 en 2, die heb ik groen gemaakt. Daar staan een hele hoop algemene zaken in. Nou ja, je herkent dat wel bij de meeste besluiten. Algemene indruk. En in hoofdstuk 2 zie je daar wel ook algemene dingen. En vooral ook de zorgplicht die wel eens van belang zou kunnen zijn. In hoofdstuk 3, daar staat nu opgenomen wat er in het bal allemaal aan branches behandeld wordt. Welke branches, welke zaken, welke activiteiten allemaal behandeld worden in het bal. En in hoofdstuk 4 en 5, die zijn dan blauw getekend, daar staan eigenlijk alle regels. In hoofdstuk 4 staan heel veel inhoudelijke regels. In hoofdstuk 5 staan ook allerlei andersoortige regels. Maar dat hoofdstuk 4 en 5 moet je eigenlijk zien als een soort bibliotheek aan regels. Die staan daar te staan. En alleen als je vanuit hoofdstuk 3 verwezen wordt naar naar de regels in hoofdstuk 4 en 5, dan hoef jij pas naar hoofdstuk 4 en 5 toe. Dus het belangrijkste is om goed te kijken van waar moet ik nou zijn in hoofdstuk 3 van het bal. Als daar überhaupt niks staat, dan houdt het al op, deze zoektocht. Maar goed, wij gaan nu verder kijken wat staat er allemaal in hoofdstuk 3. Hier zie je al een beetje van dat er staat, niet staan. Maar goed, ik zal dit even uitlichten wat er in hoofdstuk 3 staat. Dat is namelijk dit. Er zijn een aantal branches genoemd in hoofdstuk 3. Ik ga even snel even doorlopen. Dan heb je de eerste is een bijzondere, daar kom ik daar even op terug. Er zijn allerlei activiteiten die bedrijfstakken overstijgen. De tweede gaat over complexe bedrijven. Ik ga er niet over horeca natuurlijk. Nutssector en industrie. Klinkt ook niet als horeca. Afvalbeheer, ook niet echt. Agrarische sector, duidelijk. Dienstverlening en zorg, net geen horeca zou ik zeggen. Transport, logistiek en ondersteuning daarvan, ook niet. Sport en recreatie, zou misschien kunnen dat het daaronder valt. Maar mijnbouw en defensie, ook helemaal niet. Dus eigenlijk de enige kans waar je in qua branches zou kunnen gaan kijken is de sport en recreatie. Wat wordt er in de bal behandeld aan sport en recreatie? Kijken we even een quick look wat daar staat. Een volgend stukje uit de inhoudsopgave. En dan zie je deze zaken in terugkomen. En dan gaat het over auto- en motorsport, crossterrein, racebaan, kartbaan, een jachthaven, schietbaan, sneeuwbaan, ijsbaan, zwembad. Het zijn over het algemeen hele grote jongens. En je zult begrijpen, horeca zit daar dus niet bij. Dus horeca als branche staat hier gewoon niet echt in het activiteitenbesluit. Gaan we toch nog even terug naar de branches die net genoemd zijn. Namelijk dat hoofdstuk, of wat is het, een paragraaf 3.2. Activiteiten die bedrijfstakken overstijgen. Wat wordt daarmee bedoeld? Misschien zit daar nog iets bij. Nou, dan gaan we daar even kijken wat zit daar zoal in die. Wat wordt daarmee bedoeld in deze. En hier wordt mee het volgende onder andere mee bedoeld. Wat staat daar allemaal in? Daar staat een verhaal over stookinstallaties. Dat kan best interessant zijn. Natte koeltorens, zendmasten, windturbines, koelinstallaties. Kan, maar dat. Bodemenergiesystemen bijvoorbeeld. Opslagtanks voor gassen, ook niet echt. Maar opslaan gevaarlijke stoffen, begint misschien ook een beetje in de richting te komen. Zoals je ziet eronder, dit lijstje is niet compleet. Maar hier kunnen we misschien wel wat mee met een stookinstallaties of het opslaan van gevaarlijke stoffen. Dat misschien een heel enkele keer voorkomt met gasflessen of je weet niet wat ze opslaan bij een horeca inrichting. Maar even om kort te gaan wel. We hebben gekeken even naar welke branche gaat het om. Nou, de horeca branche valt er dus niet onder. Maar er zit in die bedrijfstakken overstijgende zit er wel iets misschien wat een rol kan spelen. Daarom is het misschien toch wel even leuk om te kijken, hoe ziet nou, als je nou verder gaat inzoomen op die stookinstallaties, hoe ziet dat bal dan verder eruit? Hoe is dat ingericht? Nou, ik neem dus even die stookinstallaties onder de loep als voorbeeld. En dan zien wij het volgende. Een aanwijzing van de milieubelastende activiteit staat erbij. Paragraaf 3.2.1, de stookinstallatie.
En dan zie je eigenlijk drie artikelen. En zo is eigenlijk elke paragraaf is in bal zo op deze manier ingericht, zeg maar. Je hebt een stookinstallatie. En het eerste artikel staat altijd van over welke stookinstallaties hebben we het. Nou, het gaat hier om stookinstallaties van meer dan 100 kilowatt. Dat is wel jammer in ons geval. Wij hebben een restaurant waar de stookinstallatie minder dan 100 kilowatt is. Dus het vervalt het ook weer. Maar goed, stel dat het groter is, kun je het hier vinden. En vervolgens, dus eerst een aanwijzing, welke, waar hebben we het over? De tweede is, welke van die stookinstallaties zijn vergunningplichtig? Nou, dat herken je wel een beetje misschien uit activiteitenbesluit. Alleen de heel erg grote stookinstallaties zijn vergunningplichtig en die regels zijn ongeveer hetzelfde als nu. En vervolgens zie je daar een hoofdstuk algemene regels. Dus vanuit deze paragraaf wordt altijd dan verwezen naar voorschriften in hoofdstuk 4 en 5. Dus alleen als je vanaf deze kant, zeg maar, erin komt, in hoofdstuk 3 iets aangewezen wordt, dan pas ga je naar hoofdstuk 4 en 5. Niet eerder. Je hoeft verder echt niet te kijken, niet met Ctrl-F te gaan zoeken in hoofdstuk 4 en 5, want dan kun je soms vreselijk de mist ingaan. Echt als er uit hoofdstuk 3 verwezen wordt naar hoofdstuk 4 of 5, dan pas geldt de voorschrift. Dus als jij bijvoorbeeld nu een stookinstallatie hebt van minder dan 100 kilowatt, moet jij nu niet gaan zoeken naar de voorschriften, want dat geldt gewoon niet, die gelden gewoon niet. Maar zo zit dus in principe een paragraaf, een onderdeel, een activiteit in elkaar in de bal. Nou ja, voor ons restaurant geldt het dus eigenlijk niet. We hebben gekeken welke branche gaat het over. Die branche wordt niet behandeld in de bal. Dan wordt er gekeken van, zijn er nog bedrijfstak overstijgende activiteiten die plaatsvinden? In ons geval is dat niet interessant, omdat die stookinstallatietrends en gevaarlijke stoffen bevinden zich hier ook niet echt in deze horeca-inrichting. Dus eigenlijk kunnen we nu al zeggen, het bal, dat kunnen we terzijde schuiven. Dat is op zich wel heel bijzonder, want ja, dat betekent dus dat er geen landelijke regels meer zijn op het gebied van milieu voor de horeca-inrichtingen. Nou, wat is daar dan mee gebeurd met deze regels? Nou, met de omgevingswet is een van de belangrijke aspecten van de omgevingswet is dat we een hele hoop zaken willen decentraliseren. Dat betekent dat het Rijk heeft gezegd van, bijvoorbeeld bij een horeca-inrichting, ik zal even vast naar de volgende sheet doen, want anders ga je deze blijven lezen. Bij een horeca-inrichting, daar is het zo dat daar speelt gewoon heel veel lokale problematiek. Daar gaat het over geluid, daar gaat het over openingstijden, allerlei dingen spelen daar, maar niet iets wat men landelijk wil regelen. Men heeft gezegd van dit soort problematiek, die kan men beter op gemeentelijk niveau, decentraal, dus regelen. Dus zodoende heeft men eigenlijk in eerste instantie gezegd van, jongens, gemeenten, dit mogen jullie helemaal zelf regelen. Nou, je kunt je voorstellen dat dat dan best wel een behoorlijke klap is, van hoe moet de gemeente dat nou regelen? Nou, de overheid heeft gezegd, een gemeente zou dit moeten regelen in hun omgevingsplan. En wat is het omgevingsplan? Een omgevingsplan is eigenlijk wat nu het bestemmingsplan is, maar straks wordt dit een omgevingsplan. Een omgevingsplan is straks veel ruimer dan een bestemmingsplan, want in een omgevingsplan komen straks veel meer zaken aan bod die, dan in het bestemmingsplan. Alle zaken die te maken hebben met de fysieke leefomgeving, dus ook milieu bijvoorbeeld, die komen straks terecht in het omgevingsplan. En het omgevingsplan van de gemeente, nu bestaat een bestemmingsplan van de gemeente, of een gemeente bestaat met een hele hoop bestemmingsplannen. Straks is de bedoeling dat elke gemeente één groot omgevingsplan maakt, waarin als een puzzel, zeg ik altijd maar, als alle stukjes perfect in elkaar sluiten, regels helemaal duidelijk zijn, maar regels ook verschillend kunnen zijn per gemeente. Maar een gemeente kan alles wat betreft die fysieke leefomgeving zoveel mogelijk zelf inrichten. Het enige wat de gemeente daar meegekregen heeft, is het besluit kwaliteit leefomgeving. Daarin staan eigenlijk een soort van de randvoorwaarden van, binnen die voorwaarden kun jij je omgevingsplan opstellen en daaraan zul je een beetje, daar moet je wel aan houden. Dus daar staan wel globale normen in waar de gemeente zich aan moet houden als ze een omgevingsplan opstellen.
Dat gaat over besluit, kwaliteit, leefomgeving. En dat besluit, dat is dus bedoeld voor van de Rijksoverheid richting gemeenten. Dat besluit, kwaliteit, leefomgeving hebben wij als inspecteurs in principe niks mee te maken. Maar dat is puur een richting voor de gemeenten. Nu, die regels, die zouden dus allemaal, de gemeente zou die moeten opstellen in het omgevingsplan. Maar goed, dat is best wel een ingewikkelde zaak. De gemeente gewoon zomaar de regels zou moeten opstellen, kwam men later achter, of tenminste. Later is dus toen bedacht van, nou, wacht even, al die regels die nu in het activiteitenbesluit staan, die gelden voor een horeca, voor allerlei zaken, voor de zaken die lokaal, problematiek geven. Die zaken, die gaan we straks bij elkaar halen, die gaan we uit het activiteitenbesluit halen. En daar doen wij een strikje omheen, die regels. En die regels die geven wij als cadeau aan de gemeente. En die kunnen ze dan op dat moment aan het bestemmingsplan hangen. En dat cadeau, dat noemen ze de bruidschat. Dus in feite zeggen ze, alle regels die in dat activiteitenbesluit komen te vervallen, die komen straks allemaal standaard in eerste instantie in het omgevingsplan van de gemeente dan. Dus op 1 januari 2022, zoals het er nu voor staat, staan al die regels weer in het omgevingsplan van de gemeente. Die regels die dus in het omgevingsplan hangen, die zijn vanaf dat moment zijn ze van de gemeente. En vanaf dat moment kan de gemeente dus veranderen in principe waar ze maar willen, als ze aan die richtlijnen blijven houden van het BKL. Maar in principe zijn ze van de gemeente. De gemeente mag die regels, ook die milieuregels, dus veranderen waar ze willen. En daar wordt dan over aangeschreven. Nou ja, ze zegt van, de regels die je niet meer nodig hebt, schrap ze. Als je ze aan wilt scherpen, mag ook. Maar bekijk dat als gemeente. En je moet ze ook allemaal bekijken. Want al die regels van die je meegekregen hebt in die bruidschat, die zijn in principe, dat noemen ze een tijdelijk deel van het omgevingsplan. Een gemeente zal altijd die regels even moeten aanraken, even moeten voelen, om ze echt officieel in het definitieve deel van het omgevingsplan te zetten. Maar daar heeft de gemeente wel een jaar of 8 voor, denk ik, om dat allemaal over te zetten. Om daarover na te denken wat de gemeente met die regels wil. Maar op 1 januari 2022 zijn dus al die regels nog allemaal bij hetzelfde. Die regels van die bruidschat, waar kun je die vinden? Nou, die staan allemaal in het invoeringsbesluit, in hoofdstuk 7. En er is ook een hele mooie toelichting bij, kun je ook nog lezen. Dat is dus dat is ook een uitgebreid stuk, maar dat is een heel pakketje met regels. Niet alleen over milieu, maar ook over bouwen en over water. Er zijn allerlei zaken die in die bruidschat staan, over bodem zelfs, over geluid. Die staan allemaal en die komen straks allemaal in dat omgevingsplan te hangen. Te lezen in het invoeringsbesluit in hoofdstuk 7. Ja? Nou, wat staat er nu allemaal in deze bruidschat? En hoe gaan we dat weer vinden, al deze regels? Neem een volgende sheet. Waarvan heeft de Rijksoverheid nou gezegd van, nou ja, die activiteiten, daar vinden wij dat de lokale overheid, de gemeente, dat moet regelen. En dat gaat dan bijvoorbeeld over, nou ja, zoals we net gemerkt hebben, de horeca. Ook de groot- en detailhandel staan niet meer bij die branches in het bal. De dierenpensions, de maneges, staan ook niet meer in het bal. Allerlei kantoor, utiliteitsgebouwen staan niet meer in het bal, onder die branches genoemd. Het zijn allemaal zaken die op het milieugebied allemaal straks door de gemeente geregeld gaan worden. Maar het gaat niet alleen over activiteiten die straks niet meer geregeld worden. Er zijn ook een aantal thema's die niet meer in het bal geregeld worden. En dat is ook best bijzonder. In het activiteitenbesluit, ja, een belangrijk ding bijvoorbeeld is geluid. Dat geregeld wordt in het activiteitenbesluit. En de geluid, dat wordt dus straks niet meer geregeld in het bal. Dat zijn dus zaken die op lokaal niveau geregeld gaan worden. Dus nou, zoals ik hier noem, de thema's, de belangrijkste thema's die niet meer geregeld gaan worden in het bal zijn. Het geluid dus, trillingen, geur, ook een voorbeeld van lokale problematiek. En externe veiligheid. En een deel van externe veiligheid. Het gaat vooral om contouren en zo, dat soort zaken. Dat wordt niet meer in het bal geregeld. Maar komt straks allemaal in het omgevingsplan.
Zo zie je een hele hoop zaken die dus straks allemaal in het omgevingsplan terechtkomen. Best een belangrijke wijziging. Ja? Dus die staan niet meer landelijk geregeld, maar die komen allemaal in het omgevingsplan. Maar die hoor ik allemaal niet. Hoe ziet de bruidschat eruit? De bruidschat. Nou, zoals ik al zei, zijn er een hele hoop verschillende dingen die in een bruidschat geregeld worden. Maar een van de zaken dus is de milieubelastende activiteit. En dat is slechts een paragraaf van de bruidschat. Ik ga eventjes doorlopen wat de zaken zijn die geregeld worden over milieu in de milieubelastende activiteiten. Nou, zoals je dan ziet is de eerste is weer de algemene bepalingen. Daar komen we straks wel een beetje op terug. Er staat energiebesparing. Die komt ons bekend voor van het activiteitenbesluit. Zwerfafval is geregeld in het bruidschat. Geluid geregeld in de bruidschat. Trillingen, geur had ik net al genoemd. Bodembeheer, algemene voorschriften over bodem. Afvalwaterbeheer ook. En een heel eindje verder, want ik heb niet alle paragrafen hier opgeschreven. Een heel eind verder staat de niet-industriële voedselbereiding. Dus speciaal voor dit soort zaken, voor restaurants, zeg maar, of de horeca waar voedsel bereid wordt, is er een apart hoofdstuk opgenomen in de bruidschat. Dus er zijn een aantal algemene voorschriften en specifiek ook voor de restaurants, laten we zeggen, in ons geval de horeca. We komen een beetje in de buurt van wat we kennen van het activiteitenbesluit. Ga ik eerst even verder naar het eerste stukje waar we tegenkomen, de algemene bepalingen. Nou ja, wat staat hier zoal in? Nou, een van de eerste wat hierin staat is het algemeen toepassingsbereik. En nu komen we wel een beetje op een punt van wat staat er nou in bij deze bruidschat? Ja, deze bruidschat is, in principe zijn er de regels dus van het activiteitenbesluit overgenomen in de bruidschat. Maar er zijn ook een aantal dingen gewijzigd in termen en zo. Bijvoorbeeld de inrichting, het woord inrichting ervoor. Vanaf de inrichting gaan we straks naar een milieubelastende activiteit. Maar goed, in al die voorschriften voor activiteiten van het activiteitenbesluit staat best wel vaak het woord inrichting genoemd. Dus als dat overgezet wordt naar de bruidschat, dan moeten we daar wat mee. Nou, een van die dingen die dus geregeld zijn in dat algemeen toepassingsbereik is van over wat voor soort bedrijf hebben we het hier? Want dat kun je hier niet zeggen, maar het gaat hier over inrichtingen. Nee, het gaat hier. Maar hier wordt dus wel uitgelegd, het gaat hier om een activiteit die niet op een openbaar terrein is, die niet het wonen is, zeg maar, dat soort zaken. En hier worden allerlei zaken genoemd, waardoor je met verschillende omschrijvingen toch weer terechtkomt bij, oké, dit lijkt wel heel erg op de inrichting die we vroeger kenden. Maar hier wordt dus wel heel duidelijk omschreven over wat voor soort bedrijven hebben we het hier in de bruidschat, ja? Dat is wel een belangrijke, dat je precies weet van, telt dit nog wel? Hè? Wordt het omschreven? Dan hebben we natuurlijk dingen als oogmerken, tot waar is deze bruidschat, waar is deze bruidschat bedoeld? Normadressaat, nou, volgens mij is het een nieuwe term, normadressaat. Vroeger was het de inrichtinghouder. Een normadressaat is nu het nieuwe woord voor degene die verantwoordelijk is voor de activiteiten die uitgevoerd worden. Het is maar dat je weet. Dan komen we bij de specifieke zorgplicht. Nou, ook een apart hoofdstukje. Hier wordt in feite omschreven. Eigenlijk hetzelfde verhaal, een beetje als in het activiteitenbesluit, als in de bal. Jongens, je moet zorgen dat er zo weinig mogelijk milieuverontreiniging ontstaat. En als het toch ontstaat, moet je je best doen om het zo snel mogelijk op te lossen. Dat soort dingen staat hier bij de specifieke zorgplicht. En je hoort wel vaker, die zorgplicht gaat een belangrijkere rol krijgen bij de omgevingswet. Want nu wordt de zorgplicht heel erg specifiek genoemd. Nou, ik vind eigenlijk het verschil tussen de zorgplicht zoals die in het activiteitenbesluit stond, hè, omschreven dan, en de zorgplicht zoals die in het bal of in de bruidschat staat, het verschil vind ik niet zo groot. Het is misschien op een paar punten iets specifieker, maar ik vind het niet echt heel specifieker geworden. In die zin is de zorgplicht
is in grote lijnen wel hetzelfde. En wel een heel belangrijk verschil straks is dat de zorgplicht altijd geldt. Nu is het zo dat een zorgplicht alleen maar geldt als het niet uitputtend geregeld is in het activiteitenbesluit. Maar straks is het zo dat een zorgplicht altijd blijft gelden. En dat is al een wezenlijk verschil. Want ja, nu wordt er wel dikwijls gezegd van ja, rechtszaken met zorgplicht, dat is dikwijls best wel lastig. Die houden niet altijd stand of lang niet altijd stand. Maar een van de meeste gevallen waarin die niet stand houden, is omdat het elders al geregeld is of op een bepaalde manier niet geregeld is. Maar nu is het zo dat dat niet meer ter zake doet. Nu wordt er gewoon gezegd, een zorgplicht die blijft altijd bestaan. Ook al is het wel of niet geregeld, maakt niet uit. De zorgplicht blijft altijd bestaan. En dat is wel een wezenlijk verschil met zoals het nu is. Dan komen we bij de maatwerkvoorschriften. Bij de maatwerkvoorschriften verandert ook iets. Eigenlijk zowel in het bal als in de bruidschat verandert er wat. Het is namelijk zo dat het nu zo is, een maatwerkvoorschrift mag je stellen als ergens staat dat je een maatwerkvoorschrift mag stellen. En nu is het precies andersom. Nu zeggen ze, je mag altijd, nou nu, laten we zo zeggen, straks met de omgevingswet is het zo dat ze zeggen, je mag altijd een maatwerkvoorschrift stellen. Behalve als er ergens staat, nee, op dit moment mag je geen maatwerkvoorschriften, maar in principe mag je nu altijd een maatwerkvoorschrift stellen. Dus dat ook wel een wezenlijk verschil met hoe het nu is geregeld. Ja, dan hebben we nog een zaak van het wijzigen van de gegevens, het adres en zo. Straks met de omgevingswet wordt het allemaal iets stringenter, dat je je echt 4 weken voor aanvang van de werkzaamheden moet melden. Ook dat je moet melden als er wijzigingen plaatsvinden van adres en dat soort zaken. Dat staat nu iets duidelijker, specifieker omschreven in deze bruidschat en in het bal. Dus daar ja, is wel iets aangewerkt. Nou, verder staan er nog een paar andere zaken als ik hoef verder niet te noemen. Gegevens op verzoek van BMW, ongewoon voorval, ga ik nu even niet op in. Dat, nou ja, zijn er geregeld. Dit waren algemene zaken. Nu komen we bij de niet-industriële voedselbereiding. Deze. In paragraaf 22.3.15 van de bruidschat staat dus geregeld wat te doen bij de niet-industriële voedselbereiding, bij de bereiding van voedingsmiddelen. Er worden een aantal zaken geregeld. Bijvoorbeeld het toepassingsbereik. Nou, waar hebben we het hier over? En nu kunnen we zeggen dat we. Ja, en het grote verschil met nu is dat er nu standaard bij de niet-industriële voedselbereiding staat dat het hier gaat om grootkeukens. Komen we daar ook op terug waarom dit nou net anders is dan bij de vorige. Bij grootkeukens en bakkerijovens worden genoemd en ook een paar kleine zaken worden er genoemd. Maar hier staat het duidelijk genoemd. Wanneer is deze branche van toepassing? En dan zien we hier de gegevens en bescheiden die je moet inleveren voor. Dus op zich wel een bijzondere plaats. Want nu staat het echt bij de activiteit zelf, welke gegevens en bescheiden je moet inleveren. En dat betekent dat het dus ook wat specifieker kan. En dat is ook wel een doel geweest met deze bruidschat-omgevingswet, dat er nu steeds duidelijker omschreven staat van welke gegevens wil de overheid precies hebben, wil de gemeente precies hebben voor deze melding. Nou, dat staat hier dus bij de activiteit omschreven. Een stuk specifieker. Dan komen we bij het water. En ja hoor. Hier zitten we bij de beroemde vetafscheider bij de horeca. Die wordt hier dus wordt die genoemd. En eigenlijk gewoon het voorschrift is ongeveer hetzelfde. Met dien verstande, eigenlijk wat ik net op doelde, was dat het hier alleen gaat om grootkeukens. Dus betekent als jij gewoon een klein keukentje hebt bij een café, dan is het niet direct zo dat jij automatisch een vetafscheider hoeft te hebben straks, als je deze regels aanhoudt. Het hoeft alleen als je speciale apparatuur hebt, grootkeukenapparatuur. Wat betekent dat is apparatuur die je niet gewoon bij de witgoedmarkt koopt, maar waar je speciaal een groothandel voor hebt. Dus eigenlijk de apparatuur die je thuis niet hebt. Dus het betekent dat je een vetafscheider pas nodig hebt als jij een grootkeukenapparatuur hebt. Maar verder is dus echt het voorschrift over. De vetafscheider blijft allemaal hetzelfde in die bruidschat staan. Dan komen we bij de geur. Nou,
Hier hebben we het dan over de afzuiging natuurlijk van de dampen bij deze inrichting, bij het restaurant. In feite staan hier ook weer helemaal dezelfde voorschriften als die wij kennen uit het activiteitenbesluit. Dus weer die afvoer 2 meter bovendaks, binnen een straal van 25 meter mag er geen hoger gebouw zijn. Die voorschriften staan hier in principe genoemd. Of die 2 meter bovendak, of anders een ontgeuringsinstallatie. Op zich wel een opvallend verschil hier. Die moet wel even genoemd worden. Die ontgeuringsinstallatie. Nu staat er als voorschrift, er moet een doelmatige ontgeuringsinstallatie in. Is dat sowieso wel een beetje een lastige discussie. Wat is nou een doelmatige ontgeuringsinstallatie? Hoeveel mag je nog ruiken na die installatie? Maar nu staat er gewoon, er moet een ontgeuringsinstallatie zijn. Dus, en eigenlijk wordt er nu van uitgegaan bij de omgevingswet. Als jij een ontgeuringsinstallatie hebt, betekent het eigenlijk gewoon dat hij het moet doen. Dat het nogal logisch is dat hij doelmatig is. En dat het nogal logisch is dat hij de stank tegenhoudt. En ook hier krijgen we een beetje te maken met de zorgplicht. Want het voorschrift over het onderhouden van deze ontgeuringsinstallatie is er niet meer. Het onderhouden van een installatie, of de good housekeeping, dat soort voorschriften, daarvan heeft men eigenlijk als een soort slag gezegd van, die voorschriften gaan we niet meer opnemen in het bal niet en in de bruidschat niet. Want als jij een ontgeuringsinstallatie hebt, dan is het nogal logisch dat jij die onderhoudt. En nogal logisch dat die goed ontgeurt. Dus moeten we daar nou een voorschrift voor opstellen? Dus als er iets aan de hand is met dit soort zaken, hij is niet goed onderhouden of hij is smerig of noem maar iets, goed housekeeping. Dat ga je voortaan nu opnemen. Dat wordt nu aangeschreven op de zorgplicht. En in principe is dat nu een stuk eenvoudiger. Zorgplicht altijd geldt. Ja? Dus het is wel een verschil. Al die onderhoudsvoorschriften, die zijn eigenlijk verdwenen. En die moet je eigenlijk in je achterhoofd hebben. Als er iets niet goed is met onderhoud, dan moet ik altijd meteen naar de zorgplicht. Nou, dan hebben we volgens mij een beetje de regels gehad zoals we die nou gevonden hebben in het bal en in de bruidschat. Hebben we nou alles gehad? Nou, het lijkt er wel op, maar toch, op een of andere manier, zijn er een aantal regels nog niet ter sprake gekomen. Ik weet niet of voor de heel erg oplettende luisteraar of kijker, zou je ook gezegd hebben, die stookinstallatie, maar die stookinstallatie tot 100 kilowatt, waar is die nou gebleven? En bijvoorbeeld, die meldingsplicht voor die energiebesparende maatregelen, stond die nou ook bij die energievoorschriften, of hoe zat dat nou? Het is zo dat er nog een aantal voorschriften, die zijn we nog niet tegengekomen, en die staan weer op een hele andere plek, die zijn eigenlijk in de bouwregelgeving gevallen. En net zoals bij de milieuregelgeving, daar hadden we het besluit activiteit leefomgeving, heet het op de tegenhanger op bouwgebied is nu het besluit bouwwerken leefomgeving. En dat is eigenlijk de nieuwe naam voor het bouwbesluit. Dat mag je natuurlijk zo niet zeggen, maar het besluit bouwwerken leefomgeving. Oftewel PBL. En dat hebben we op deze sheet staan. Het BBL, dat is in principe staan daar heel veel bouwregels in. Maar hier vinden we ook de regels terug van de stookinstallaties tot 100 kilowatt. Eigenlijk die wij kennen uit het activiteitenbesluit. Dus als je daar iets mee wilt, dan kun je nu aan de slag met de regels uit het besluit bouwwerk leefomgeving. Op zich een verrassende plek, vind ik wel. Daarnaast staan ook een aantal energiebesparende maatregelen. En dan gaat het voornamelijk om de maatregelen die gebouwgebonden zijn. Dus als het over een schil van een gebouw gaat of dat soort zaken. Dat kan ik me voorstellen dat die regels in het besluit bouwwerk leefomgeving komen. En dan de meldingsplicht voor die energiebesparende maatregelen was die vorig jaar is ingevoerd. Die staat ook in het besluit bouwwerken leefomgeving. Moet je even weten, maar goed, dankzij deze webinar weet je dat nu. En dan kun je ze vinden straks. Hebben we nu alles gehad, qua voorschriften?
Wat betreft de milieuvoorschriften, zoals wij bij de DCMR controleren, kunnen we zeggen, nou ja, eigenlijk hebben we wel een beetje gehad. We hebben de voorschriften die we zochten, hebben we teruggevonden. Nou, daarnaast zijn natuurlijk wel een aantal zaken die bij horeca altijd nog wel spelen. Zoals bijvoorbeeld op het gebied van evenementen, exploitatievergunning, drank- en horecawet, openbare orde. Nou, dit soort zaken worden best dikwijls geïntegreerd met de milieucontroles of de bouwcontroles. Maar dit soort zaken, die worden straks ook allemaal in het omgevingsplan geregeld. Op zich wel handig dat dat dan straks allemaal bij elkaar staat. Daar kunnen ze al een mooi pakket van maken aan gemeenten. Met evenementen, dat die meteen geregeld zijn. Exploitatievergunning, dat goed geregeld is in het omgevingsplan. He, dan kun je je voorstellen dat een omgevingsplan met... Je kunt daar ruimtelijk kun je mee spelen wat je wilt. Je kunt daar je evenementen kun je daar allemaal goed in regelen. De drank- en horecawet natuurlijk. En ja, openbare orde. Dat is iets wat op zich volgens mij niet in het omgevingsplan geregeld wordt. Dat staat los en dat staat dus gewoon in de APV geregeld. Want de openbare orde is iets wat niet te maken heeft met de fysieke leefomgeving. En de fysieke leefomgeving, dat is hetgeen wat allemaal in het omgevingsplan staat. En volgens mij heb ik nu ongeveer wel alle regels, ben ik alle regels ongeveer doorgelopen. En eigenlijk zouden we nu op controle kunnen gaan. Maar goed, wat ga je dan nog doen als je op controle gaat? Dan ga je nog even kijken van wat heb ik nu nodig. Op het moment dat ik onze inspecteur Gijs alle regels had uitgelegd. Gijs die ging natuurlijk wel meteen aan de slag van ik wil toch even een overzicht van wat is en waar komt dat allemaal te staan. En die is dus aan de slag gegaan met een soort was-wordt-tabel. Nou, in eerste instantie is dat natuurlijk best handig. Dat je even kijkt van waar heb ik alles gehad en waar komt het straks te staan. Nou, we hebben die eentje gemaakt, een waswoordtabel. Nou, dat kan handig zijn voor de eerste keer. Maar je zit ook nog van met een checklist. En dat is wel een ding van, die checklisten. Bij een omgevingsdienst werken we dus met checklisten. Checklisten die zijn ook best wel geïntegreerd met bijvoorbeeld de automatiseringssystemen. Alle voorschriftnummers zitten daarbij. Daar worden de brieven mee aangemaakt, verslagen worden daarmee aangemaakt. Dat is toch best wel een hele klus om dat allemaal gewoon goed te gaan veranderen. Je zit met alle voorschriftnummers zijn anders geworden. Je hebt een andere plek, je zit een omgevingsplan te schrijven, je zit misschien met een BBL-aanschrijving te doen. Je zit met een hele hoop zaken die zijn compleet veranderd. Dus... en ook die, bijvoorbeeld, je zit met de bedrijven die de checklisten leveren. Daar moet je er ook wel even mee even gaan praten van hoe gaan we dat straks allemaal doen. Want dat betekent eigenlijk wel dat je hele automatiseert, als je dat allemaal geautomatiseerd hebt, die checklisten en die brieven en verslagen. Dat betekent wel dat je behoorlijk aan de slag moet om dat allemaal weer behoorlijk te gaan veranderen. En dan... Een ander punt is wel van, het is nu wel een checklist zoals die staat in de bruidschat. Maar goed, elke gemeente heeft dan weer die bruidschat in zijn omgevingsplan staan. En elke gemeente kan in principe die regels veranderen. Elke gemeente kan bedenken van, nou bij ons is dat niet zo handig deze regel. Wij gaan deze regels schrappen of we gaan een andere norm stellen. Kan ook. En sterker nog, elke gemeente kan binnen zijn gebied verschillende gebieden aanwijzen. Van, nou, in dat gebied willen we de regels wat anders. In een horecagebied wil je misschien hele andere regels als in een agrarisch gebied. Dat soort zaken. Per gemeente kan dus ook nog die regels heel anders zijn. En dan wordt dit wel best een ingewikkeld verhaal voor deze. Nou ja, sowieso ten eerste voor een was-woordtabel. Dan ten tweede voor een checklist. Hoe ga je dat allemaal inrichten? En het is uiteindelijk wel de bedoeling dat al deze zaken, al die regels die we straks hebben, dat het allemaal in een digitaal systeem komt, het DSO, Digitaal Systeem Omgevingswet. En dat je straks gewoon wel op de kaart kunt kijken. Ik zal het nog even uitleggen, dat Digitaal Stelsel Omgevingswet, dat is straks eigenlijk het bestemmingsplan. En je hebt daarbij de AIM. En je hebt het OLO. En die drie zaken worden bij elkaar geraapt. En als het goed is, kun je straks op een kaart aanwijzen. En als je op die kaart aanwijst, dan zie je welke regels op dat punt gelden. Nou, dat is een
mooie toekomstmuziek. Sterker nog, je kunt met een met je device kun je zeg maar de boer op. Je kunt gaan lopen met je computertje in je hand. En je kunt kijken van als ik hier ben, dan gelden die regels. En ik loop een paar meter verder, dan gelden weer andere regels. Dat zou helemaal mooi zijn als dat straks aan de hand zou zijn. Maar zover is het nog niet. Dus, nou goed, daar. Maar goed, het belangrijke is om te zeggen van alle regels die blijven niet zo. Een gemeente kan de regels veranderen. En daarvoor moet je natuurlijk in gesprek met je gemeente van hoe gaan we dat samen ontwikkelen. Of tenminste, wij als omgevingsdienst moeten in gesprek met de gemeente. Als de gemeente moet gaan goed nadenken wat zij met deze regels in de bruidschat willen. En ze zullen daar ook meestal in overleg met de omgevingsdienst en misschien met buurgemeenten gaan bedenken van wat zullen we met deze regels gaan doen in onze bruidschat. Dus nou ja, dat zijn wel dingen die spelen. En waar wij achter kwamen van, dat heeft best wel impact. Daar moeten we wat mee. Dat moeten we niet zomaar onderschatten. Want dat is een hele dat betekent een hele slag in de automatisering. Enfin, nou, wij kunnen het toch met al deze... We hebben zelf een checklist gemaakt. En met deze checklist kunnen wij gewoon op controle. Nou ja, wij gingen naar het restaurant. We hebben de zaken gecontroleerd, echt fysiek gecontroleerd met twee inspecteurs. Eentje voor de omgevingswet, eentje voor de wet milieubeheer. Wat komt daar zoal langs? Maar het meeste hebben we al doorgelopen net. Ik noem nog eventjes de melding, het akoestisch rapport, staat allemaal in de bruidschat bijvoorbeeld. Het zwerfafval is geregeld in de bruidschat. Afvalwater, de vetafscheider, maatwerk, heb ik het allemaal over gehad. Staat allemaal in de... op dezelfde manier in de bruidschat. Nou ja, het bereiden van voedingsmiddelen, de afzuiging en het onderhoud, heb ik net allemaal over gehad. De energiebesparende maatregelen, eigenlijk op dezelfde manier over gehad. De koelinstallaties, nou, deze koelinstallaties, daar gelden eigenlijk de Europese regels voor. En die Europese regels, die blijven gewoon los van het bouwbruidschat, blijven ze gewoon gelden. Dat blijft allemaal hetzelfde als nu. Dus de bewijzen daarvoor, die moeten op grond van dezelfde zaken nu getoond worden. Geluid hebben we het over gehad. Nou ja, bij zo'n controle is dat ook dikwijls lastig wat je met geluid doet. De stookinstallatie, nou in dit geval op het BBL, dus niet op het bal. Opslaggevaarlijke stoffen was hier niet echt aan de orde, maar die weet je te vinden. Alles wat PGS 15 staat allemaal in het bal. Ja, en dan die zorgplicht. Je kijkt dus altijd van, nou ja, hoe is de zaak onderhouden? In dit geval ging het om een restaurant wat net nieuw was. Waar we de controle deden, terwijl alles was hartstikke schoon. Alles ziet er goed uit. Er zijn geen klachten. Nou, dan hoef je wat betreft het onderhoud van die installatie verder geen... dan ga je daar niet op aanschrijven. Maar zodra er iets waar je denkt van, nou, dit is slecht onderhouden. Dan kun je daar aanschrijven op de zorgplicht. Wij hebben hiervan ook een verslag gemaakt, wat je allemaal tegenkomt. In dat verslag ga je allerlei zaken, gaat die nummertjes worden allemaal anders. En vervolgens hebben we ook een aanschrijving gemaakt, ook voor de wet milieubeheer en voor de omgevingswet. En op zich kom je daar nog wel een paar dingen tegen. Bijvoorbeeld bij de aanschrijving kom je dan nog zaken tegen als, je bent toch de hele tijd bezig met de bruidschat. En denk je van, artikel 22 van de bruidschat. En dan ga je op aanschrijven. Maar dat komt heel erg raar over. Als je een brief schrijft op de bruidschat. Je gaat echt aanschrijven op het omgevingsplan. Of op een bal. Of op BBL. Dus je gaat op verschillende punten krijgen. En straks die Europese regelgeving voor de koeling. Op verschillende punten kun je dus gaan aanschrijven. Op dat moment hadden wij nog een item met een nummering. Die bruidschat is namelijk best wel regelmatig nog aan onderhandeling verandering onderhevig. Toen was het zo dat al die voorschriften, die hadden nog nummers van, we konden aanschrijven op voorschrift nummer 23531 en vervolgens op 24512. Dat soort nummers stonden allemaal in het omgevingsplan, dat was eigenlijk de bruidschat, maar we schreven aan het omgevingsplan. Hadden we echt zoiets van, nou kan dat nou niet anders, want het zijn toch wel heel onhandige nummeringen. En inderdaad, even later bleek dus dat, kijk, volgens mij in maart, april, is het de hele nummering van de bruidschat is veranderd. Dus als jij die bruidschat leest, probeer wel een beetje de laatste versie te krijgen van de bruidschat. We hebben ook inmiddels een soort handleiding geschreven met de Zuid-Hollandse Omgevingsdiensten. Nou ja, daar
staat ook allemaal de oude nummering in. Die nummering is dus weer helemaal veranderd. En het zou zomaar kunnen dat hij nog wel een paar keer verandert. Men zegt wel dat hij nog, dat überhaupt de bruidschat nogal aan verandering onderhevig is. Ik heb het idee, want nu begint het eigenlijk, alle die voorschriften beginnen eigenlijk met paragraaf 22. Dus dat hij nu makkelijker in de omgevingsplan ingeschoven kan worden. In de hoop dan dat een omgevingsplan maar 21 hoofdstukken heeft. Ik weet niet of dat is, maar dat zou zomaar kunnen. Dus, nou ja, zoals de bruidschat, heb je in diverse versies, neem in ieder geval de laatste versie, en dan heb je ook nog een geconsolideerde versie, dat is dan geen officiële versie, maar dat betekent dat er ook nog allerlei informatie uit andere besluiten ook nog in meegenomen wordt, zodat je in ieder geval de laatste complete versie hebt. Maar dat is best ingewikkeld. Je hebt bijvoorbeeld nog een allerlei aanvullingsbesluiten, bodem, aanvullingsbesluiten, geluid. Daar komen ook weer onderdeeltjes uit in die bruidschat, en die worden later weer ingepast in die versie van de bruidschat. Zo wordt het een behoorlijke puzzel uiteindelijk. Maar als je die geconsolideerde versie hebt, dan heb je in ieder geval de meest complete laatste versie. Al deze versies zijn goed te vinden op aan de slag met omgevingswet.nl. Daar staat altijd heel erg duidelijk van waar dit te vinden is. En je moet ook even kijken, we hebben dan nog... en bovendien staat op deze website staat ook een heel duidelijk apart hoofdstuk over controles in de horeca. Of eigenlijk de horeca eigenlijk in het algemeen. Dus we kunnen daar gewoon mee aan de slag, zou ik zeggen. En dan denk ik, dan ben ik een beetje door mijn het verhaal heen. Het is een beetje een globaal verhaal geworden, maar eigenlijk wel heel concreet. Ik hoop dat veel concreter wordt het volgens mij niet. Het is wel heel specifiek op de horeca, maar je hebt al een beetje een lijn te pakken van, nou ja, zo kijk je in een bal, zo kijk je in een bruidschat en zo kijk je in BBL. Maar die lijn moet je eigenlijk steeds volgen als jij een bepaalde branche gaat bezoeken en controleren. Dan kom ik even kijken aan, nu aan de volgende sheet. En dan kom ik nu aan mijn vragen aan te passen. Maar hoe kun je nu als omgevingsdienst, dan wel als gemeente, toezicht houden op de regels die via de bruidschat in het omgevingsplan terechtkomen? Hoe kun je nou toezicht houden? Nou ja, in principe... Kun je überhaupt toezicht houden? Want die gemeente die is nog bezig met het omgevingsplan. Ja, oké. Nee. Nou... De vraag is hopelijk doorgekomen. In principe zeggen ze, nou ja, de regels van de bruidschat komen in het omgevingsplan. Het omgevingsplan is op dat moment nog niet definitief. Daar kan nog 7 jaar aan gewerkt worden, of 7, 8 jaar aan gewerkt worden. Kun je daar überhaupt dan wel op handhaven of op controleren? Ja, het is zo, van op dat moment, op 1 januari 2022 hangen die regels van de bruidschat gewoon in het omgevingsplan en dan gelden die gewoon op dat moment. En die regels gelden net zo lang totdat de gemeente bedacht heeft van, nou, we gaan ze aanpassen en we vanaf dit moment gaan we ze tijdelijk, van tijdelijk naar definitief, in het definitieve gedeelte van het omgevingsplan zetten. En dan geldt het sowieso. Dus ze blijven eigenlijk altijd gelden. Dus ze gelden vanaf 1 januari 2022 en ze blijven gelden tot de gemeente er iets anders mee doet. Ja? Of je zelf ook regels kunt opnemen in het omgevingsplan. In de bruidschat. In de bruidschat. Ja. In de bruidschat kun je geen regels opnemen, nee. Maar de bruidschat is een onderdeel van het omgevingsplan. En in het omgevingsplan, daar kan een gemeente mee aan de slag. Dus als een gemeente met zijn omgevingsplan aan de slag gaat, dan kan de gemeente regels over in dit geval houtskool of zo, kan de gemeente daar regels van maken. En het kan een heel goed idee zijn voor een toezichthouder, als die regelmatig problemen over houtskoolgrillen heeft, en dat blijft allemaal, ja, dat staat niet echt heel duidelijk in de bruidschat, en die vindt van, gemeente, hier zouden we eens iets aan moeten doen, die kan adviseren aan een gemeente van, gemeente, ik denk dat we dat beter in het omgevingsplan wel kunnen opnemen, om allerlei overlast of iets dergelijks te voorkomen. Ja, is die vraag zo goed beantwoord? Oké. Okay. Eentje. Nog een vraag. We hebben maar 5 minuten, dus... Ja. Iemand die vraagt, hoe voorkom je nou, want je hebt net verteld, hè, dat onder andere de stookinstallatie, hè, met name de ovens en dergelijke, dat is voor Reka heel belangrijk, dat je daar als omgevingsdienst dan waarschijnlijk wel de opdracht krijgt om daarop te gaan controleren.
Ja, er zijn ook nog andere regels die gelden voor horeca's. Dus exploitatievergunning, et cetera. En hoe voorkom je nou dat je als toezichthouder van de omgevingsdienst naar het bedrijf gaat en die stookinstallatie checkt op de regels? En dat er iemand van de gemeente nog een keer naar hetzelfde bedrijf gaat en die gaat die andere regels controleren? Ja. Nou ja, het idee van de verschillende controles die bij een horecabedrijf kunnen gaan plaatsvinden. Dat kan een milieucontrole, een bouwcontrole, exploitatievergunning, drank- en horecawet. In principe is dat nu ook soms een probleem en dat zal straks, hoe voorkom je dat? Dat is een kwestie van heel goed samen met de gemeente optrekken om de controles op een goede manier te doen. En dat is in feite nu ook. En ja, in feite zal daar... Ja, weinig verandering zal ik niet zeggen. Het is wel zo dat alle regels nu bij elkaar komen in een omgevingsplan. Dus we hebben daar meer zicht op om te kijken van wat speelt er allemaal in zo'n gemeente. Maar over ja, hoe je de controles vormgeeft in een omgevingsplan en hoe je dat gaat doen. Ja, dat blijft een kwestie van goed overleggen met de omgevingsdienst, gemeente en andere diensten die de controles uitvoeren. Nou, dat blijft sowieso een punt van... Hoe ga je, welke taken ga je precies als omgevingsdienst daarin uitvoeren in dat omgevingsplan? Nou, dit waren de vragen. Marco is er weer klaar met zijn vragen. Ik heb nog even één sheet met de belangrijkste conclusies. De belangrijkste conclusies eigenlijk van ons onderzoek, of van onze controle, is eigenlijk dat de vindplaats van alle regels ja, volledig verandert. Dus alles staat in een bal omgevingsplan. Dus al de checklists, alles wat je geautomatiseerd hebt in je controles, daar is nog een hele hoop werk aan de winkel om dat allemaal goed te krijgen. Inhoudelijk echter zal er nog niets, in eerste instantie niet zo heel erg veel veranderen. Er zijn een paar kleine dingetjes die veranderen. Bijvoorbeeld, nou, wat ik zeg, zo'n grootkeuken voor de vetafscheiders, dat die alleen maar nodig zijn voor de grootkeukens, is een klein verschilletje. Maar, en het maatwerk, nou ja, dat is op zich wel een verandering, dat je altijd maatwerk mag stellen. Dat is een verandering. En dat je, en die zorgplicht is wel anders. In principe, het in eerste instantie niet, maar die zorgplicht, dat die altijd geldt, dat is belangrijk. En dat die nu steeds meer geldt voor onderhoud van allerlei installaties. Dus, nou, dat is ook wel een belangrijk verschil. Dan een belangrijk verschil wordt later, maar goed, in 1 januari 2022 is het nog niet zo heel belangrijk, maar later wordt het wel belangrijk dat het over het hele gebied, per gemeente desnoods, en ook per gebied van een gemeente, al die regels kunnen variëren. Dus dat is wel een ding waar we over na moeten gaan denken. Daar moeten we als omgevingsdienst samen met gemeente over praten, hoe we dat gaan vormgeven, en misschien ook met gemeente samen in regionaal gebied. Daar moeten we inderdaad over gaan praten. En een derde punt wat nog wel, of we zeggen een derde, ik kom punt 7 geloof ik. En een punt wat nog wel inderdaad heel belangrijk is en die wel leuk is om mee te nemen. En die kwam net ook een beetje op voort uit bijvoorbeeld als jij denkt van als toezichthouder. Ik vind eigenlijk dat er wel daar wel regels over gesteld moeten worden. Of ik vind die regels, daar moet ik zo vaak op toezien, maar ik vind het eigenlijk weinig toevoegen. Als toezichthouder is het de bedoeling, en zou het goed zijn, om steeds meer invloed te krijgen op de regels. Vroeger was het zo dat die regels landelijk waren, en dan valt het niet mee om daar invloed op te krijgen. Maar nu zijn al deze regels, bijvoorbeeld over horeca, zijn allemaal regionaal, lokaal. Dus dat betekent dat je gewoon meer ruimte hebt om als toezichthouder mee te denken in hoe de regels straks moeten gaan luiden. En dat is op zich wel een ding. En daar zit ook een beetje het anders denken, het anders werken. Van, het is niet zo dat je gaat onderhandelen met een bedrijf waar je controleert. Maar je kunt wel mee gaan denken van, inderdaad, ik kom dit overal tegen. En nu wil ik straks in het omgevingsplan, vind ik dat we als toezichthouder daar mee over mee moeten denken. Gaan we ongetwijfeld op terugkomen in een andere keer. Het is nu ongeveer tijd. Er zijn heel veel nieuwe vragen binnengekomen. Worden allemaal beantwoord straks. Over 2 weken is daar een document van op de site. Nou, hartelijk dank voor het kijken en luisteren. Ik hoop dat het iets duidelijker is geworden, het bal, het bruidschouw en dergelijke. Ik zou zeggen, kijk regelmatig op de sites van de VNG of aan de slag. Want er worden allerlei activiteiten, webinars aangeboden. Dus je kunt daar gewoon blijven kijken of er nieuwe dingen staan.
Staat dus nog, kun je altijd nog nalezen. Je kunt ook deze webinar nog een keer in slow motion naluisteren. Dan wordt het misschien nog duidelijker. Er staan allerlei oefenkaarsen. Nou, de site wordt steeds verbeterd. Ik moet zeggen, het is een hele fijne site. Op heel fijne taal staat er alles in uitgelegd hoe de zaken in elkaar zitten. En het is echt een moeite waard om daar regelmatig op te kijken. Het is eigenlijk wat vroeger een infomail was, gaat nu allemaal naar die aan de slag met omgevingswet.nl. Die site wordt steeds up-to-date gehouden. Nou, ik zeg hartelijk dank voor het luisteren. Ik heb nog één sheet en daar staat dit op, bij spreken. De aan de slag met omgevingswet.nl. Dat is de site waar je alles vindt. Hartelijk bedankt voor je aandacht en tot de volgende keer.